voor de finale van de herkansing in de categorie tot 60 kilogram met de Fransman Yacine Douma met de witte gordel rechts in beeld tegen de man die zijn titel verdedigde, Nickolay Ozhegin. Maar die Nickolay Ozhegin is in de tweede ronde uitgeschakeld door Cédric Taillemans, die we zo dadelijk in de halve finale gaan zien. Schitterend parcours van Cédric Taillemans. Absoluut. En Yacine Douma, de vice-Europese kampioen, Fransman, zal dus het publiek achter zich hebben. En die Rus die komt uit het sambo, dus dat is een Russische worstelsport die een beetje op het judo lijkt, maar waar veel meer van die heftechnieken en beentechnieken bij komen kijken. Dus ja. Je kunt stellen dat met Douma een beetje meer klassieke judoka tegenover de Rus een worstelaar. Ze zijn een beetje bang, of tenminste op de hoede voor elkaar, en ze gaan wellicht alle twee bestraft worden. En dan kan de wedstrijd beginnen weer al. Judo voor beide judoka's terecht. En je ziet dat de Fransman graag ver in de nek pakt en zo eventueel zelfs zonder een techniek toe te passen, maar gewoon de Rus met de kop in de grond trekken. Jamel Bourras en David Douillet zagen we even in beeld, de twee Franse Olympische kampioenen. Douillet ook wereldkampioen geworden dus, maar hij is niet aangetreden in de open klasse. Blijft hetzelfde gevecht. Soort ja. Gevechten, komt niet echt tot een gevecht. Nee, ze krijgen geen pak op elkaar en vanaf dat ze een pak hebben, ja, zijn ze ook een beetje veel te gebogen om een goede techniek te kunnen toepassen. Nu toch Dumas die de indruk wil wekken. Ja. En die nu toch aanzet voor een offerworp. Maar zonder scoren, maar het zal hem even in een eventuele beslissing wel in zijn voordeel kunnen spelen. Het is tenminste de eerste noemenswaardige aanval. Ja. Het publiek vraagt een bestraffing voor. Dat is wel Ozhegin, iets maar te snel. Dus de sleutel van de wedstrijd is wel dat die Douma dus ver in de nek pakt van de Rus. En als de Rus daar geen oplossing voor vindt, zal het zeer moeilijk krijgen. Want voor de moment zie je dat Douma stilletjes aan zijn kumikata kan opdringen. Hele Frans judoploeg passeert intussen ook de revue in uw beeld. En dit is een overname van de Rus. Overname van de Rus die misschien wel een score had mogen zijn. De Fransman hebben een andere mening. De Fransman draaide wel op zijn buik. Misschien straks in vertraging. En elke keer als de Rus tracht van iets vast te pakken, trekt de Fransman het stevig los en reageert onmiddellijk met zijn eigen kumikata. Zie, weer in de nek. En nu gaat de Rus met een Douma toch net niet. Ja. Met een heftechniek, maar ja, Douma was erop voorbereid natuurlijk. Ja, nog steeds dat aftasten, het niet volledig durven gaan. Weten, als je erin gaat, dat je veilig een beetje geeft. Douma weer die kumikata. En een techniek van de Rus die opnieuw geen score oplevert. En weer nipt.
Maar ik denk op beslissing dat het nu toch het voordeel van de Fransman nu toch weg zal gewerkt zijn. Ja, want het zijn al twee technieken waar de Rus toch fameus dicht bij een score kwam. Laten we zeggen twee keer een halve coca. Ja. Het bestaat dan niet, maar het kan wel een voordeel opleveren als er met de vlagjes moet gezwaaid worden. En het publiek begint weer te fluiten natuurlijk en Douma doet niet veel meer dan de Rus, maar hij beweegt wat meer. Je kunt stellen dat ze beide een nieuwe bestraffing verdienen, nu weer zo'n offerworp maar, ja, van Douma. Het is toch gelijk opgaand, maar die kumikata van Douma in de nek van die Rus gaat waarschijnlijk het verschil maken. En de Rus nog een bestraffing opleveren. Nog 40 seconden. Zou wel eens kunnen wie de laatste aanval inzet en als laatste de tegenstander uit evenwicht brengt, dat die de kamp wint. Ja, het is hier een beetje, ja. Douma heeft natuurlijk ook het publiek voor. Ja. Nee, tenminste het voordeel van het publiek. Licht voordeel Douma waarschijnlijk. Ozhegin moet zijn gordel goed doen en zijn judojas. Oh. Geen bestraffing tot woede van het Franse publiek. Maar terecht vind ik. Nog een aanval van Douma. En ik denk dat Douma het gaat halen. Ja, ja, ja. Heeft zich iets actiever getoond. Het publiek scandeert zijn naam. Wit of rood. Driemaal wit. Yacine Douma. En plaatst voor de kamp, voor het brons. Ja, zeker niet onterecht. En alles bij elkaar geteld, wellicht ook de meest aanvallende toch, Yacine Douma. Ja. En dan nu de kans op een vierde medaille voor de Belgen. De grote verrassing in de Belgische ploeg, ik heb het al gezegd. Cédric Taillemans heeft zich geplaatst voor de halve finale en met een schitterend parcours de titelverdediger uitgeschakeld. Richard Trautman uitgeschakeld, die goed was al voor drie keer brons op de voorbije wereldkampioenschap en Olympische.